Waarom vast je met Ramadan? Dat is niet hoe ik erin sta. Ik begrijp je niet. Als je dan een persoon van kleur ziet, van de Afro-gemeenschap, kan je aan de hand van de uiterlijk, ik denk dat hij Surinaams is, omdat je veel omgaat met mensen van een andere cultuur, hoeft niet hè. Dus je leeft gewoon je leven in je eigen bubbel, je eigen secte. Maar word niet boos als die geprikt wordt omdat iemand anders in het leven staat. Maar die man lijkt Surinaams. Mensen in sectes hebben goede bedoelingen met je. Het zijn vaak de meest vrome personen van de buitenkant. Ze doneren geld aan de armen. Hebben altijd een glimlach op. En vergeven heel snel, maar laten ook overdreven zien dat ze een goede daad hebben verricht. Daaraan herken je ze. En soms doe ik dat ook. Dus ik zeg niet dat ik niet in een secte zit. Want zoals je weet geloof ik dat we allen in een soort van manier van leven, systeem, secte zijn beland. En het hierover praten, ons daarvan bewust maken. Daarom zijn die filmpjes zo kijken van anderen, hoe zij in het leven staan, zo belangrijk om te doen. Ik was laatst in een Rotterdamse wijk. En in die wijk ging ik bij Arubaanse mensen, een van de ABC-eilanden uit Curaçao, ging ik wat heerlijk eten halen. Dus ik kom daar als wit persoon binnen, of blank. Ik weet ook echt niet meer wat ik moest zeggen, volgens mensen. En wat er gebeurde was, ze keken me aan. Oh, weet je, leuk. Want in die wijk zijn voornamelijk mensen waarvan de ouders een andere cultureel achtergrond hebben. Dat ben ik ook. Maar ik zie er niet zo uit. Soms zeggen mensen, je lijkt niet op een Bosnier. Dan zeg ik, nee, je hebt nog niet een Bosnier ontmoet zoals ik ben. Het is ook weer een gedachtecontrole van. Je ziet aan de hand van iemands uiterlijk waar die vandaan komt. Maar dat is niet altijd. Daarom zegt God ook, mensen zullen je oordelen aan de hand van het boek van je kaft, hoe je eruit ziet. Maar alleen God kijkt naar je hart. Mensen komen van het sporten. Want ik denk dat ik iets heb achtergelaten van mijn camera deze ochtend. Dus dan ga ik kijken of ik dat kan terugvinden trouwens. Maar ik bestel dat eten. Ik zeg bon simang. Want dat betekent in het papiamento. Betekent dat een goede week toegewenst. Maar het was midden van de week. Dus ze zeiden dat het klopt niet is, weet ik. Maar het is het enige wat ik ken in het papiamento. Dus zo zie je dat wanneer je van andermans cultuur iets van de taal kent. En kakkers hebben het ook. Hè. Het hoeft niet een andere taal te zijn. Als je een beetje als een kakker gaat praten, ken ik niet. Dus vertel me hoe dat moet trouwens. Want ik ken niet echt kakkers in mijn leven. Ken jij kakkers in je leven? Dat verbind je gelijk. Als ik zeg, ik kom uit Bosnië en jij zegt dobro. Dan denk ik, oh deze persoon weet iets van de Slavische mensen. Dus als je een ander, hè, iedereen zit in een secte, bewust maakt van hé, ik weet hoe jij in het leven staat. Of ik ken je taal. Kan je gelijk onderdeel worden van die groep. Dan ben je niet meer de buitenstaander. Daarom vind ik het leuk dat Nederland multicultureel is. Ik weet dat het ook een negatieve lading heeft. Maar daar ga ik nu niet dieper op in. Het goede aan multiculturele vind ik, er is lekker eten. We stappen uit elkaars secte. Onze bubbel wordt constant geprikt. Want er zijn zoveel mensen die op verschillende manieren in het leven staan. Waardoor je denkt van, dat is niet hoe ik erin sta. Ik begrijp je niet. Waarom vast je met Ramadan? Of waarom ga je naar de Gurdwara tempel als Indiër? Waarom draag je een knot? Voor de vriend van me die droeg een tulband. Ik was 13 jaar. En weet je, als je nog nooit in je leven iemand hebt gezien met een tulband, dan is het normaal, het hoeft geen racistische reactie te zijn, hè, of discriminatistische, dan is het normaal dat je dat even gek vindt. En dan ga je onderzoeken en bevragen. En ik geloof dat ze beter wel elkaar als mensen begrijpen en ook willen begrijpen. En een man die zijn vrouw meer dan een half jaar geleden heeft verloren, buurman, hij is 74 jaar, ik ga zijn naam niet zeggen. Leuk, hij wandelt met zijn hond en dan spreek ik hem. En ik had het met hem over dat ik in een filmpje dan praat over cultuur, toch? En hij zegt, oh interessant. Hij zegt, weet je wat mijn vader altijd zei? Marco, weet je wat mijn vader altijd zei? Dit is een Rotterdams accent. Weet je, dan hoor ik ook weer gelijk bij een groep. Dat was best slechte imitatie. En ook slechte imitatie voor hem. Maar hij zei, als 5 Surinamers bij een Nederlandse kroeg staan, dan komen die Nederlanders daar niet meer. Toen dacht ik, oké, interessant. Nooit zo naar gekeken. En dit is het probleem. Ik als wit persoon moet daar gaan waar ook mensen van kleur zijn. Mensen van de Afro-community bijvoorbeeld. Ik als een Slavisch persoon moet ook daar gaan waar mensen van Aziatische afkomst zijn. Want als ik mij niet meng met mensen, ik zit al in Nederland, hè? Ik woon al in Nederland, het is multicultureel. Maar als ik mij niet meng onder de mensen in dit land, dan ga ik me steeds meer een vreemde voelen in mijn eigen land als Nederlander.
Stap uit je eigen wereld in andermans wereld. Ga eens eten wat je nog nooit hebt gegeten. Leer eens één woordje in een taal. In het papiamento, bon simang. Ook al klopt het niet altijd in context. In het Aziatisch of Chinees. Ni hao ma. Hoe gaat het met je? En zeg het niet op een manier dat je discrimineert, maar vanuit respect. En maak de ander ook duidelijk, dit is mijn cultuur. Want dat vond ik weer moeilijk. Dat ik dan ook weer mezelf mocht zijn. Want ik vond al die culturen interessant en ik wil er allemaal van leren dat ik het een beetje ben. En uiteindelijk begon ik niet zo te praten, maar ik weet zeker als ik alleen maar met mensen omging van andere cultuur dan ik. Je manier van spreken wordt gewoon beïnvloed door met wie je omgaat. Ik ben blij met multicultureel Nederland en ik zeg het met een moment van twijfel, want ik ken ook de moeilijke kant daarvan. Hè? Maar daarom bemoedig ik je. Accepteer het gewoon. Mensen worden niet teruggestuurd naar hun land als ze zich niet gedragen. Er is wel één land waar dat is gebeurd. In Zweden of zo is dat ontstaan. Maar die mensen, mijn ouders, worden nog steeds gezien als ja, buitenlander. Nadat ze hier bijna 30 jaar wonen. Zouden het niet leuk vinden als jij zegt, ga terug naar je land. Omdat je vindt dat er te veel van die buitenlanders zijn. De meeste mensen die nu Nederlands zijn, zoals mijn ouders, zeg maar, qua paspoort. Zijn niet gekomen om moeilijke redenen. Omdat in hun land er veel... Het leven veel moeilijker was. Er leiders waren die geen vrijheid gaven. En ook aan de buitenlanders wil ik zeggen, wees bewust dat je hier vrijheden hebt, man, die je in eigen land niet zou hebben. Mensen zouden je daar aanpakken. Als je dingen verkeerd zou zeggen, als je verkeerd naar iemand kijkt, heb je hier ook in bepaalde wijken. In geen enkel land is het 100% veilig. Maar besef voor jezelf, welke vrijheid heb ik hier in dit land? En wat als ik eens die vrijheid grijp? En het is wel heel symbolisch, nu loopt er een mens van kleur achter. Ik weet niet of hij Somalisch is, papiamento. En dat leer je ook weer te onderscheiden. Hè? Als je dan een persoon van kleur ziet, van Afro-gemeenschap, kan je aan de hand van de uiterlijk, ik denk dat hij Surinaams is, omdat je veel omgaat met mensen van een andere cultuur, hoeft niet hè. Dus je leeft gewoon je leven in je eigen bubbel, je eigen secte. Maar word niet boos als die geprikt wordt omdat iemand anders in het leven staat. Maar die man lijkt Surinaams. Uiteindelijk kan je gewoon aan iemand uiterlijk ongeveer herkennen. En ik had iemand een keertje miscultured, niet misgendered. Ik zei Abi tegen iemand, die leek op een Turks persoon, maar hij was uit Georgië. Dat was niet slim van mij. Maar ja, zo leer je ook. Oh, ik heb nog nooit een mens uit Georgië leren kennen, hallo. Dus automatisch zei ik, oh, dat is waarschijnlijk een Turks persoon. Wilde ik met hem connecten, zei ik Abi, wat broer betekent. Zei hij, ik ben Gregoriaans. Oh, sorry hoor. Met zoveel verbinding. Sta er relaxed in. En als, ik zeg, wit of blank persoon... Wees ook aanwezig. Ga niet weg van die kroeg waar 5 Surinamers staan. Zoals die vader van die 74-jarige man zei. Dat is het probleem. Als Nederlander vlucht je van de plek daar waar buitenlanders staan. Buitenlanders, ik ook. Ik ben ook gewoon een mens hoor. Je mag met me connecten en met me verbinden. Like, abonneer. En ik ga kijken of ik in de sport zit. Hey. Mijn camera dingetje kan vinden. Tot de volgende keer. Dankjewel. Ik had deze ochtend iets achtergelaten. Dat was zo'n plastic omhulsel van dit cameraatje, grijs. En niet gevonden, Robbie. Je hebt gevonden? Maar niet. Nee, ik ga thuis zoeken. Maar als je toevallig een grijze omhulsel tegenkomt, ja? Als je het dan niet weggooit. Is het een topje of is het hele camera? Ja, het komt op de camera, maar het is echt klein. Ja.